Ook vanmorgen weer mogen wij u van harte welkom heten namens de kerkenraden van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in Ommen in deze gezamenlijke dienst. Een bijzondere dienst. Bijzonder omdat we ook nu weer niet als gemeente lijfelijk bijeen kunnen zijn. We missen de zo vertrouwde gezichten en de ontmoeting met elkaar. Maar ondanks dat weten we ons verbonden met elkaar. Fijn dat er toch zoiets mogelijk is. Bijzonder ook omdat we deze zondag Pasen mogen vieren. De opstanding van Jezus Christus. Die ene dag die alles anders maakte. Niet lijden en dood, niet onze zonden en wonden hebben het laatste woord. Een bijzondere Pasen, omdat we die boodschap van hoop juist nu zo nodig hebben. Fijn was het om deze dienst samen met de collega's Karel Hazeleger en Hans Baat voor te bereiden. En ook om zo samen voor te mogen gaan. Ook deze keer is er weer een bloemend groet. De bloemen uit de hervormde gemeente gaan als groet en bemoediging naar de Baalderborg. Hessel-Mühlestraat 22, dat is de bovenste verdieping van Oldenhagen. En de bloemen vanuit de Vinkenbuurt gaan ook als groet en bemoediging naar Evert Mulder, de leiding in Witharen. Vanuit de gereformeerde kerk gaan de bloemen naar mevrouw Beniers Kisterman, die woont aan de Vastenestraat 8a in Ommen. Komen wij nu tot stilte voor het aangezicht van de Heere, onze God. Elke zondag, maar juist ook in deze crisistijd, spreken we uit dat wij geloven en belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En die trouw blijft tot in eeuwigheid. Die niet loslaat de werken waaraan zijn hand is begonnen. En in zijn naam mag ik u en jullie groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Prijzen wij de goedheid van de Heer, Hij die ons weer een nieuwe dag heeft gegeven. En ook deze zondag is er weer een symbolische schikking. Jezus is opgestaan, de dood heeft niet het laatste woord. De 12 witte bloemen verwijzen naar de leerlingen. Zij staan rondom het lege graf. Witte bloemen als teken van een nieuw begin. De wirwar van takken is tot leven gekomen. We zien lentebloesem. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven. Na de schok en de droefheid over de dood van Jezus is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de opstanding voor ons kan zijn. Laten wij aan deze nieuwe ruimte invulling geven met stenen voor hoop. Dan nu een moment voor de kinderen. Jongens en meisjes. Bij Pasen horen eieren. Daarom heb ik ook een ei meegenomen. Want een ei is een teken van nieuw leven. En nieuw leven, dat is Pasen. Nou zit er in dit ei geen nieuw leven. Deze is om op te eten. Maar andere eieren, als er een kuikentje in zit, dan staat een ei voor nieuw leven. Maar dat kuikentje in dat ei, dat zit opgesloten. Het kuikentje moet eruit, het moet naar buiten. Alleen daar is echt leven. Maar ja, hoe komt het daar? De weg naar de vrijheid is voor het kuikentje een lange weg. Bij de kinderen en nevendienst hebben jullie een paasproject gehad.
Dat paasproject ging gewoon door, ook toen de kerk voor jullie dicht was. Thuis konden jullie kijken naar de presentaties van het project. Het project ging over Mozes en de Israëlieten. Mozes en de Israëlieten in Egypte. En Mozes en de Israëlieten in Egypte, die leken wel wat op zo'n kuikentje in een ei. Ze zaten opgesloten. Ze zaten gevangen. Ze verlangden naar vrijheid. Maar er was geen vrijheid. Ze waren slaven van de farao, de koning van Egypte. Elke zondag zagen jullie een plaat. Een plaat die hoorde bij het verhaal van die zondag. Bij vandaag, Pasen, hoort ook een plaat. Kijk maar. Ik denk dat je wel een paar dingen herkent. Je ziet één man een beetje verder van de andere mensen afstaan. De handen in de lucht, een stok, een staf in zijn hand. Dat moet Mozes zijn. Je ziet allemaal mensen, oude mensen. Ik zie een man met een grote witte baard. Kinderen ook. Een jongetje met een schaapje in zijn armen, vind ik wel heel erg mooi. Dieren dus ook die erbij zijn. En je ziet naast Mozes een hele grote golf. Het lijkt wel een muur van water. Wat is dat? Daarover gaat het verhaal van vandaag. Mozes en de Israëlieten dachten dat ze er al waren. Ze dachten dat ze al vrij waren. Eindelijk had de farao ze laten gaan. Na die vreselijke 10e plaag. Toen alle eerstgeborenen van Egypte waren gedood. Farao had gezegd, ga maar. Ik wil jullie niet eens meer zien. Hier heb je je vrijheid. Maar de farao had zich bedacht. Hij dacht, die slaven, die kan ik toch nog maar heel goed gebruiken. Hij had zijn leger bij elkaar geroepen. Zijn hoogste officieren, paarden, wagens. En hij was achter de Israëlieten aangegaan. Israël zit hopeloos in de val. Voor ze water. Het water van de Rode Zee. Naast ze aan beide kanten bergen. Achter ze het leger van de farao. Wat moeten ze doen? Waar moeten ze heen? De Israëlieten kunnen geen kant op. Maar dan gebeurt het. Mozes steekt zijn staf in de lucht. Zijn staf waarmee hij vaker bijzondere dingen heeft gedaan. Zijn staf die staat voor de kracht van God, voor Mozes, voor Israël. De staf die staat voor God die zegt, ik ben bij je en ik help je. En als Mozes in opdracht van God zijn staf boven het water houdt, dan gebeurt er een wonder. Het water gaat uit elkaar, naar links en naar rechts. Er ontstaan grote muren van water. En daartussendoor, in het midden, een pad. Voorzichtig stappen de eerste Israëlieten op dat pad. Het pad tussen de muren van water door. En via dat pad, tussen het water door, komt Israël veilig aan de overkant. Pasen. Het is nog niet helemaal ons Pasen. Paasfeest voor Israël. Israël leek weer gevangen genomen te worden door de farao. Of ze leken te sterven in de golven van het water. God zorgt voor een weg uit de dood. Een nieuw begin, leven uit de dood voor Mozes en de Israëlieten. Misschien voel jij je ook wel eens zoals een kuikentje in het ei. Juist nu. Opgesloten. Letterlijk. Wat zou je graag gaan sporten? Wat zou je graag naar school gaan? Een paar dagen vrij van school is leuk. Maar dat je nu helemaal niet naar school kunt, dat is niet leuk. Alles is op dit moment zo anders. En zelfs spelen met vriendjes of vriendinnetjes, dat kan niet zomaar. Het is zo vreemd. Het is zo raar. Alsof je opgesloten bent. Pasen is ook voor jou. God zegt, ik ben bij je. Ik help je er doorheen. Niet dat hij alles in één keer voor je oploft. Wel dat hij zegt, ik
wijs ook voor jou een weg. En weet je wat ik zo bijzonder vind aan zo'n kuikentje in een ei? Een kuikentje in een ei heeft een eitand op zijn snavel. En als die met die eitand tikt tegen die eierschaal, dan gaat die eierschaal barsten, gaat die open. Zo komt die eruit. Wij hebben ook een eitand. Als je het moeilijk vindt, als je het even niet meer weet, je mag bij God aankloppen. Je mag bidden tot God. Hij is bij je. Zullen we nu ook samen bidden? Heere God, we komen bij u. We kloppen bij u aan. We bidden voor al die mensen die zich opgesloten voelen. Kinderen, volwassenen. Mensen die het moeilijk vinden dat alles nu zo anders is, zo vreemd. Kinderen, volwassenen, help ze erdoor. Misschien zien we het allemaal wel niet meer zo zitten. Zien we even geen weg meer. Baan ons een weg. Misschien zijn we zelf wel eens ongemakkelijk. Hebben we opeens een kort lontje. Zijn we zomaar onredelijk. Begrijpelijk. Maar toch. Vergeef ons onze schuld. Help ons mens te zijn zoals u dat hebt bedoeld. We bidden om uw zegen over deze dienst. Pasen in bijzondere omstandigheden. Geef dat het paasevangelie zal klinken en ons zal bemoedigen. Kom met uw geest. Geef ons hoop. Dat vragen we in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Dit is de plaats waar we komen, nogal eens met lood in onze schoenen. De plaats van afscheid en voorbij, tuin waar herinneringen bloeien, plek van waar we verder gaan zonder hem, zonder haar. Dit is de plaats waar we zachtjes huilen in ons hart. De plek van treuren om onze geliefden. Soms in heftig gemis, soms berustend, het is beter zo. Dit is de plaats, plek van voorgoed verleden tijd. Wat was, ligt begraven in donkere grond. Onwrikbaar ligt de steen. Op een plaats als deze, waar alle hoop letterlijk de grond is ingeslagen, waar de nacht leek te winnen van de dag, gebeurt wat geen mens kan denken. Licht opnieuw, leven opnieuw. Hoop opnieuw, toekomst opnieuw. Dit is de plaats waar het leven nieuw geboren is. De meest hopeloze plaats wordt de plek die kan jubelen van Gods bevrijding. Hoor wat er is gebeurd. Hoor dan het goede verhaal van Pasen dat Marcus ons vertelt. Toen de Shabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: wie zal voor ons de steen van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al weggerold was. Het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in wit geklede jonge man zitten en ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is hier niet. Kijk, dit is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen de leerlingen en tegen Petrus: hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie gezegd heeft.
Ze gingen naar buiten en ze vluchtten weg, bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Goedheid is sterker dan slechtheid. Liefde sterker dan haat. Licht is sterker dan duister. Leven sterker dan dood.
Gemeente van de opgestane Heer. Op 26 februari kwamen we hier in deze kerk bijeen op Aswoensdag, het begin van de 40 dagen tijd. We ontvingen een askruisje op ons voorhoofd, vergezeld van de woorden: stof ben je en tot stof zul je weerkeren. Het begin, zoals elk jaar, van een periode van inkeer en verootmoediging. Stilstaan bij de weg van Jezus naar het kruis. Stilstaan bij je eigen levensweg. Een periode van inkeer in jezelf. Om te herontdekken waarom het gaat in je leven. Stilstaan bij je afhankelijkheid van God en je eigen kwetsbare sterfelijkheid. Nog nooit ben ik in die 40 dagen tijd daar zo bij bepaald als dit jaar. En wellicht geldt dat voor velen van ons. Of je nu een askruisje hebt gehaald of niet, of je gelovig bent of niet, de ergste crisis die we meemaakten sinds de Tweede Wereldoorlog. Een periode waarin alles ineens anders leek te zijn geworden en niets meer vanzelfsprekend. Een angstige periode met een onbestemde dreiging. Ineens kwam alles waaraan je je zekerheid ontleent onder spanning te staan. Je werk, je inkomen, je gezondheid, je leven. Ineens werden we meer dan anders in de kracht van ons leven bepaald bij onze sterfelijkheid. De maakbaarheid van het leven bleek op alle terreinen een illusie. De kleine dingen die ineens zo belangrijk bleken, samen met je vriendjes voetballen, een biertje drinken op het terras met je vrienden, de knuffel in een warme vriendschap, de verjaardag van je kleinkind vieren, naar de kerk kunnen gaan. Bij de ouderen onder ons roept deze tijd angstige herinneringen op aan de Tweede Wereldoorlog, de angstige dreiging, mobilisatie, spertijd. Juist nu we de bevrijding van Ommen 75 jaar geleden vieren, beseffen we ook hoe kostbaar het grote goed van de vrijheid is. Het is een periode van angst en onzekerheid voor ons allemaal. Voor jezelf, maar ook voor je moeder in het verpleeghuis. Angst, nu ook in Ommen vele tientallen mensen besmet blijken te zijn en het ook jou zomaar kan overkomen. We zitten er nog middenin en weten niet hoe het verder gaat. En dan klinken op deze Paasdag ineens die woorden: wees niet bang. Nota bene vanaf de begraafplaats waar we zo vaak met ons verdriet stonden. En waar de stenen hard en onverbiddelijk ons confronteren met het nooit meer. Wees niet bang. Woorden gericht tot vrouwen die niet meer wisten hoe het verder moest. Vorige week was alles nog gewoon en nu is ineens alles anders. Angst en onzekerheid na een aantal dagen waarin slecht nieuws zich in een razend tempo aankondigde. Van gevangenschap en een schijnproces met mishandeling tot de dood aan het kruis. Alle hoop en verwachting de bodem ingeslagen. Wees niet bang. Woorden gericht tot die vrouwen met wie wij ons misschien meer dan ooit verbonden voelen. Zo voelt dat dus. Wees niet bang, woorden van andere zijde. De hemel moet eraan te pas komen om onze angst te overwinnen. De hemel bemoeit zich met de aarde. Bij sommigen roept dat alleen maar angst op.
Voor sommigen is deze coronacrisis wel duidelijk. De hemel bemoeit zich met de aarde. God grijpt in en een oordeel van God gaat over de wereld. Corona als straf. Eerlijk gezegd kan ik hier niks mee. Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En als ik Jezus zie, dan zie ik een gezicht met ontferming bewogen, zich ontfermend over melaatsen en andere zieken. Met tranen in de ogen bij het graf van zijn vriend Lazarus. En dat beeld, dat kan ik niet rijmen met de gedachte dat God deze coronacrisis zou willen. Dat de benauwde doodstrijd op de IC's zijn wil zou zijn. Omdat hij die verschrikkelijke situatie van de vluchtelingen zo heeft geregisseerd. Bij mij klinkt die echo, wees niet bang, van die andere keer. Dat de hemel zo ingrijpend met de aarde zich ging bemoeien. In die stille, heilige nacht. Ook toen moesten engelen eraan te pas komen. En ook toen klonk het, wees niet bang. Een oordeel? Nee, integendeel. Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Jullie redder is geboren, gekomen in een wereld verloren in schuld. Als de hemel op aarde ingrijpt, dan is dat niet een kwestie van berg je dan maar, maar dan wordt je geborgenheid geboden. En een vrede die alle verstand te boven gaat. Wees niet bang. Ik ben zo blij met die woorden. Alleen al omdat ik mij daardoor zo gekend weet. God weet dat we bang zijn. Kwetsbaar en in zijn ogen zo kostbare mensen. De vrouwen waren naar het graf gekomen. Ja, ach, om iets maar te doen, een laatste eer aan Jezus. Zoekend, verward, verdwaasd. Zoekend naar wat nu te doen, nu alle vanzelfsprekendheid verdwenen lijkt te zijn. Ze gingen op weg en ze vroegen zich af, wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? En dan dat verbijsterende, ongelofelijke, dat kantelpunt dat alles anders maakt. Dat ongelofelijke ingrijpen van andere zijde. Dat de reden is dat wij 2000 jaar later nog in de naam van onze gekruisigde Heer bijeen zijn. Wie rolt voor ons de steen weg? En dan lezen we, de steen was al weggerold. Dat is Pasen. De steen is al weg en die steen was nog wel zo groot. Niet door mensenhanden. God heeft de steen afgewenteld. De steen is al weg. God is ons steeds een stap voor. Ook al zien we dat niet altijd direct. God maakte een opening. Een opening in de meest hopeloze situatie die er is, de dood. En de steen van de wanhoop werd tot steen van de hoop. De steen die alle hoop leek af te sluiten. Eens en voor altijd. Het werd juist tot een symbool van de hoop. Het graf is leeg. Jezus is opgestaan, Jezus leeft, Jezus is Heer. Dat is Pasen, dat is het vervolg op Goede Vrijdag. De weg van Jezus liep niet dood in de dood. Pasen. We vieren het elke zondag, dag van de opstanding. En steeds weer hebben we dat nodig, steeds weer moeten we daar aan herinnerd worden. De steen is al weggenomen.
Daar op Goede Vrijdag, op Pasen, daar is gebeurd, voor ons gedaan wat wij niet kunnen. Het is ons gegeven, genade, de steen is voor ons weggenomen. We moeten er steeds weer aan herinnerd worden, want die angst is niet zomaar weg. Ook bij die vrouwen niet. De lezing eindigt zelfs met dat ze, ondanks dat alles, ondanks dat ze bevangen waren door angst en schrik. Mensen als wij. Maar er is na Pasen niet alleen maar angst, er is juist ook de hoop. Angst verlamt, hoop zet in beweging. Vandaag wil God onze hoop voeden en de angst overwinnen. Hoop die we juist nu zo nodig hebben. Hoop niet alleen voor dit leven, maar hoop die zich uitstrekt tot in de eeuwigheid, tot over de grens van de dood heen. Pasen laat ons zien dat voor God niets onmogelijk is. Hij roept ons op om Jezus te volgen en dragers van de hoop te zijn. In woord en daad ons niet laten leiden door angst, maar door de liefde die overwint. En daar hebben we elkaar bij nodig. Om samen die weg van de hoop te gaan. Samen. En Jezus gaat met ons mee en zegt: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Jezus, fundament van de hoop die doet leven, de vaste rots van mijn behoud. Amen. In de overdenking werd het al gezegd. De steen van de wanhoop werd dankzij God die de steen wegrolde tot steen van de hoop. De opstanding van Jezus is het fundament van hoop. Juist in deze tijd, waarin er zoveel angst is, mogen we beseffen dat God zelf ons wil wegleiden van de angst die verlamt naar de hoop die in beweging brengt. En waaruit die hoop bestaat en waar we zelf hoop uit putten, dat kun je in heel verschillende persoonlijke woorden of symbolen weergeven. We hebben dat ook als voorgangers gedaan. En dat op een steen geschreven. Stenen van de hoop. En we vertellen nu wat we hebben opgeschreven. Op mijn steen heb ik eenvoudig een kruisje gezet. We zetten een streep door de angst. Ja, dat lukt niet altijd. Maar we hebben het besef dat alles met dit teken te maken heeft. Het is Pasen geweest. Mijn steen, daar staat op: ik zal er zijn. Woorden die passen bij Pasen dit jaar. Het paasvertrek van de kindernevendienst begon met het verhaal van Mozes bij de brandende doornenstruik. God die zijn naam bekend maakte: Heere, Heer, dat is, ik zal er zijn. Voor mij is dat de kern van het geloof. Voor mij is dat wat ik juist ook zie bij Jezus. Het kruis van Jezus. God komt zo dichtbij. Hij deelt ons lijden, hij deelt onze dood. En als God deelt in ons lijden onze dood, dan gebeurt er wat. Dan is er toekomst. Ik zal er zijn. Ik heb op de steen geschreven: Jezus is Heer. Een oeroude belijdenis. Het is misschien wel de kortst mogelijke samenvatting van mijn geloof. Jezus is Heer. Niet de groten der aarde, geen systeem of ideologie, geen kanker of corona hebben het laatste woord, want Jezus is Heer.
in dit leven en na dit leven. Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel mijn weg met jou. Je voelt je heel goed, je zegt je mond begint te trillen. Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, en dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al. Het is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug. Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel mijn weg met jou. Na de dienst zullen wij deze drie stenen bij de hoofdingang van de kerk neerleggen. En van daaruit zal straks ook de zegen worden gegeven. En we roepen iedereen, lid van de kerk of niet, gelovig of niet, op om een persoonlijke steen daarbij neer te leggen. Met een persoonlijk woord of een persoonlijk symbool erop geschreven dat iets over jouw hoop zegt. En die stenen die blijven liggen, totdat we weer in deze kerk een kerkdienst kunnen houden. En daarna willen we deze stenen tot een blijvend monument in Ommen maken. Iets van de hele Ommer samenleving. En ook nu geldt natuurlijk dat als je steen, eventueel samen met je gezin, eventueel namens iemand anders die niet kan komen, naar de kerk brengt, dat je dan ook die anderhalve meter in acht neemt. En we zijn blij dat burgemeester Hans Vrome straks ook als eerste burger van Ommen zijn steen van de hoop zal neerleggen. En we hopen dat velen vandaag of morgen of in de tijd die komt zijn voorbeeld zullen volgen. Zoek daarom in je tuin of tijdens een wandeling een steen om daar jouw woord van hoop op te schrijven en voeg deze steen bij de andere stenen van hoop. Niet de angst zal ons doen en spreken bepalen, maar de hoop, want hoop doet leven. En juist op de plek waar we zeggen dat hoop doet leven, maar we weten dat Jezus opgestaan is, dan durven we ook te zeggen dat we mensen kwijtgeraakt zijn. Ik heb een paar afkondigingen van overlijden voor ons. We gedenken Bartold van Dieren. Na een periode van afnemende gezondheid is hij op vrijdag 3 april overleden, 64 jaar oud. Hij woonde met zijn vrouw Alice aan de Van Gooienstraat nummer 11. Op donderdag 9 april is in besloten kring de afscheidsdienst geweest in de kerk van Vinkenbuurt, waarna zijn lichaam begraven is op begraafplaats Laarmanshoek. We gedenken Martin Adriaan Keller. Op zaterdag 4 april is hij op 78-jarige leeftijd overleden. Plotseling. Hij woonde aan de Hesk-Mullenstraat, 22, kamer 200, en was sinds 12 november 2015 weduwnaar. De begrafenis heeft een besloten kring in Zwolle plaats gehad, waarna zijn lichaam is bijgezet in het familiegraf op begraafplaats Kranenburg. We gedenken Maria Kreeft Kers. Ze is dinsdag 7 april overleden, op de leeftijd van 89 jaar. Ze woonde in Nijenhagen, kamer 29,
En sinds 23 februari 1991 alweer was ze weduwe van Johannes Kreeft. De afscheidsdienst was zaterdag 11 april in de hervormde kerk hier in Ommen. En aansluitend was de begrafenis op begraafplaats Steenbrugge in Diepeveen. We gedenken Arnoldus Koens. Op woensdagavond 8 april is hij op 90-jarige leeftijd in zijn eigen vertrouwde plekje thuis overleden. Hij woonde op Nijenhagen, kamer 110, en was weduwnaar sinds 2014. De afscheidsdienst zal ook in besloten kring natuurlijk plaatsvinden op dinsdag 14 april in de hervormde kerk, waarna het lichaam wordt begraven op begraafplaats Laarmanshoek. En we gedenken Hendrika Hekman Grondman. Riek. Ze is vrijdag 10 april overleden op de leeftijd van 90 jaar. Ze woonde aan de Karshoekweg 3 in Stegeren. Sinds 13 september 2018 was ze weduwe van Klaas Hekman. De dankdienst voor haar leven zal in besloten kring plaatsvinden op donderdag 16 april in de hervormde kerk hier in Ommen, waarna haar lichaam begraven wordt op begraafplaats Laarmanshoek. Met hen in onze gedachten en met nog zoveel meer zullen wij onze gebeden bidden. We zijn blij dat jullie mee hebben gedaan met de voorbeden. Er zijn veel voorbeden bij ons als voorgangers binnengekomen. En die voorbeden hebben we allemaal in de doopschaal gelegd. Want ja, de doop, het water waar we doorheen moeten gaan, doet denken aan die Rode Zee waar Israël doorheen moest gaan. Doet denken aan Pesach, Pasen, het nieuwe leven en nieuwe toekomst. Dus we zullen bidden als drie collega's, daarna jullie voorbeden ook bidden, stil zijn en dan eindigen met het samen bidden hier in de kerk en in jullie huiskamer van het Onze Vader. Laten we dan bidden. Vader in de hemel, we danken u dat wij ook nu weer het feest van de opstanding, het feest van de bevrijding uit de dood mochten vieren. Anders dan we gewend zijn, maar toch mochten vieren wat u voor ons in Jezus hebt gedaan. Dank u wel dat u ons in onze angst tegemoet kwam en komt en u ruimte heeft gemaakt voor de hoop. Een hoop die verder gaat dan dit leven alleen. Een hoop die zich uitstrekt tot uw vaderhuis, waar Jezus voor ons een plaats heeft bereid. We danken u ook voor de bevrijding die we gisteren mochten vieren. Ommen 75 jaar geleden bevrijd van onderdrukking en geweld. We danken u voor wat u toen door mensen heen voor ons gedaan hebt. En wij gedenken hen die hiervoor zo grote offers hebben gebracht. Juist nu wij vechten tegen een onzichtbare vijand, beseffen wij weer hoe onvanzelfsprekend het grote goed van de vrijheid is. Goede God, wees niet bang, klinkt het. En dan bidden wij u voor iedereen die wel bang is. Ook voor hen ver weg. In een land als Zuid-Soedan, waar medische voorzieningen volstrekt ontoereikend zullen zijn. En voor onze medemensen in vluchtelingenkampen waar corona gaat toeslaan. Heer, dat er verantwoordelijkheid genomen wordt voor deze mensen in hun kwetsbaarheid.
wees toch nabij. En goede God, we roepen u aan voor onze overheid, die leiding durft te geven. Dat ministers, de premier en zoveel anderen wijs en betrokken mogen blijven. En geef dat wij hen dragen met respect en hen niet vergeten in ons gebed. Wees toch nabij. Heer en God, wat is er deze dagen veel verdriet. Wereldwijd, ook in Nederland, er sterven veel meer mensen dan normaal, horen we. We hebben ook in onze gemeente verdriet. 5 gemeenteleden die we zojuist hebben herdacht. 5 personen van wie mensen hebben gehouden. Aan wie mensen dierbare herinneringen hebben. We danken u voor hun leven. Bartolt van Dieren, Martin Adriaan Keller, Marja Kreeft-Kers, Arnoldus Koens, Hendrika Hekman-Grondman. En we bidden voor hen die achterblijven, de nabestaanden. Geef ze kracht en moed om verder te gaan. Wilt u voor hen een weg wijzen, een weg banen? Hou ze vast, dat het licht van Pasen mag stralen over het duister van verdriet. Voor de bewoners van Oldenhagen, Vlierhuis, Nijenhagen, voor de mensen in de aanleunwoningen. Ik heb zo met hen te doen. Voor een lieve moeder in een verpleeghuis, gekluisterd aan haar kamer van 12 vierkante meter. Ze zou zo graag weer kilometers willen lopen in de buitenlucht. Voor mensen die zich eenzaam voelen, het is zo stil geworden om hen heen. Dat het paaslicht door het donker heen mag breken. Voor de mensen die werken in de zorg, waar corona is vastgesteld, werk met alle risico's van dien. Voor de bewoners van de Hazelaar, die mee moesten maken dat huisgenoten overgeplaatst zijn vanwege corona, vervoerd door mensen in witte pakken. Wat een drama. Voor hen die graag naar familie waren gegaan, zeker nu met Pasen, maar het kan niet. Dat het paaslicht door het donker heen mag breken. Voor hen die de kerkdiensten zo missen en uitzien naar de tijd dat we weer samen kunnen komen. Voor gezinnen die het thuis moeilijk hebben en waar het moeilijker wordt. Voor het jongerenwerk van onze kerken in tijden van corona. Dank voor de online diensten en activiteiten die Pakan organiseert. Mogen de jongeren en kinderen zo ervaren dat God ook hen nu nabij wil zijn.
dat het paaslicht door het donker heen mag breken. Voor hen die graag iemand op bezoek hadden gekregen, maar het kan niet. Voor mensen die zitten te wachten op therapie, behandeling, opname of operatie, maar het gaat voorlopig niet door. Voor wie bang zijn voor hun baan, of die hun baan al kwijtgeraakt zijn. Dat het paaslicht door het donker heen mag breken. Bedank u dat Thomas Abbes en zijn vrouw een kleintje mogen verwachten. Mag de bevalling voorspoedig zijn en het kindje gezond. We danken u voor alle verbondenheid in deze crisis. Er wordt zoveel naar elkaar omgekeken. Met kaartjes, een appje, brieven, telefoontjes, een groet. Boodschappen gedaan. Dank dat er ook mensen genezen. Dank dat ook nu alles groeit en bloeit voor het licht en de warmte van de zon. Dat het paaslicht door het donker heen mag blijven. Nou, laten wij stil zijn voor ons eigen gebed. Om samen met de opgestane te bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij spreken hier buiten de zegen uit. Daar mag de hoop gestalte krijgen. Wij bidden dat de God van de hoop onze angst zal wegnemen.
opdat wij dragers van de hoop zullen zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Burgemeester Hans Vrome, fijn dat u ook hier vanmorgen een steen hebt neergelegd op die stenen van hoop. Wilt u me eens ook vertellen van wat u op uw steen heeft geschreven? Ja, heel graag. Ik heb erop gezet samen erdoorheen. En dat is volgens mij ook een beetje wat we op dit moment aan het doen zijn. Het is donker en we moeten er doorheen en het wordt straks ook weer licht. Het is ook hoop. Er is hoop dat het straks weer beter gaat. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi bij Pasen passen. Ja. Nou, fijn dat u als eerste burger die steen hebt neergelegd. En we hopen dat de komende tijd ook heel veel mensen individueel hier een steen aan zullen toevoegen. Een steen van de hoop.